Het is best wel een uitdaging. Hè? Als je aan de ene kant bijna 50-50 uiteindelijk wel gewonnen. En dan zegt hij, ja, een groot deel accepteert dit niet. Wat is dat dit? Nou, dit is dat kleine stukje, dat 1,5% ongeveer. 1,3 miljoen stemmen, waarvan de oppositie dus zegt... dat waren dus stemmen waar geen stempel op zat. Die kun je niet geldig verklaren. En de kieswet in Turkije zegt ook dat dat dan ook ongeldig is. Dus eigenlijk wat je moet doen met die stemmen, je moet ze in de prullenbak gooien. Is niet gebeurd. Nee. En dat was wel cruciaal om uiteindelijk de meerderheid voor Erdogan te krijgen. Gigantisch cruciaal. Het was eigenlijk het ding waarmee hij de verkiezing heeft gewonnen. Het gaat echt om 1,3 miljoen stemmen. En de oppositie zegt dus dat er meer dan een miljoen stemmen zonder een stempel. Kijk, dit is het fragment eigenlijk. Een meneer die dus op stemmen gewoon een stempel zet. Terwijl dit mag eigenlijk al niet. Dit mag niet? Nee, dit is al reden om al die stemmen die hij dus nu bestempelt... om die allemaal in het prullenbak te gooien. Omdat het achteraf gebeurt? Ja, precies. Ja. Maar ja, het is gewoon op beeld. En toch wordt het geaccepteerd, kennelijk. Ja, omdat de kiesraad zegt van ja, het wil van de volk is belangrijker dan de wet. Wat heeft Erdogan bereikt met de ja-stemmers? Nou, wat hij heeft bereikt is wat hij eigenlijk al heel lang wilde. Eigenlijk veel meer macht naar zich toe trekken. Hij kan het parlement ontbinden. Hij kan rechters benoemen. Hij kan langer blijven zitten. Nog een termijn langer, tot 2029. De noodwet kan hij, als hij wil, uitroepen. Dus ja, hij heeft nu oneindig veel mogelijkheden.